Gisteravond zijn op de kruising Kanaal Zuid met de Voorsterweg in Loenen twee auto's op elkaar gebotst. Door de botsing lag een van de auto's voor een deel in het kanaal en moest gezegend worden met een spanband van de brandweer. Een van de slachtoffers is na een rendezvous met de traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Nijmegen. Een ander slachtoffer is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis in Apeldoorn. De verkeersongevallendienst is ter plaatse geweest en doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.